Straks zijn het weer kiezingen. Hè? En normaal gezien staan we altijd voor de socialisten. Oh, dat is de partij van de werkmensen. Maar ik paas dat ik het niet meer kan doen. Ze moet die gast die socialisten niet meer overgescheten. Ik zal het uitleggen. Kijk, ik zou 4 keer een huis gekuurd. Natuurlijk met mijn vrouw Kelly. Hè? En door een open verkuurd gaan met ons. En we bieden ons 100.000 euro met maas op de kelen. En komt er altijd toch wel een grijs neef verstond zeer de moeite. 50.000 euro de boom moet, dan gaat het doen met zijn, hè? En ik ga het toch naar zo'n vriend. Ik vraag zijn meneer, mag je wat vragen? Waar komt nul geld? Zegt hij, ja, dat is spartgeld. Ik zeg, ja, spart. Ja, zegt hij, met de EPA, de eenmalige bevrijdende aangifte, maak ik je huiskuip nul, ik wil mijn zwart geld. Godverdomme, je moet, en ik als 2 verdienen, moet die heel door zijn kluut kunnen afdrogen, maar je komt met je huis niet meer permitteren, hè? En wat, dat is allemaal de socialist niet goed gekeurd. Hij moet dat je weer vertellen, hij moet de socialist, hè? Godverdomme, ja, dat brengt geld op, zijn ze toch. Drugsdeal brengt nu ook geld op, hè? Ah, misschien kunnen ze drugs gaan dealen, dat is misschien ook een gedachte. Ah, wel, kijk, daar staan we niet meer voor. Als ze me in borden zetten, zoveel dat ze willen, dan is het ervoor. Nee, van ja, vermerkt, niet.